Mijn naam is Jaap Bakers. Ik ben fysiotherapeut in het UMC Utrecht in het ALS-team en ik ben onderzoeker. Het belangrijkste doel van mijn onderzoek is om een apparaat te ontwikkelen wat mensen met ALS in staat stelt om thuis hun spierkracht te meten. Want de huidige meetmethode om spierkracht te meten heeft eigenlijk twee problemen. Het eerste probleem is dat het een ongebruiksvriendelijke manier is. Het is een heel uitgebreid protocol en heel belastend voor patiënten. En ze moeten ervoor naar het ziekenhuis komen. Een ander probleem is dat de huidige meetmethode veel variatie met zich meebrengt. Dus dat de meting niet goed de echte spierkracht van de patiënt representeert. En daarom is de waarde van die meting veel lager dan op het moment dat je die meting heel accuraat zou kunnen uitvoeren. Het apparaat wat wij zo aan het ontwikkelen zijn, een gefixeerde dynamometer, die stelt ten eerste mensen in staat om op een makkelijke manier hun spierkracht thuis te meten, waardoor ze niet meer naar het ziekenhuis hoeven te gaan en ook niet meer zo'n heel erg uitgebreid spierkrachtprotocol hoeven te doorlopen. Het zijn maar één of twee metingen die ze hoeven te doen. En het tweede voordeel is dat de meting veel minder gevoelig is voor die variatie en dat die dus veel betrouwbaarder kan worden uitgevoerd, waardoor de waarde van de meting veel groter is. De toepassing van dit prototype is tweeledig, zowel voor zorg als voor onderzoek. Op het moment dat iemand vanuit thuis zijn behandelaar inzicht kan geven in het beloop van de ziekte, stelt dat die behandelaar in staat om meer op maat gemaakte zorg te bieden. En op het moment dat een onderzoeker informatie krijgt over het ziektebeloop, stelt dat de onderzoeker in staat om eerder vast te stellen of een medicijn wel of niet effectief is.